better. Your bed. Santa Claus is coming to town. Hey allemaal, ik ben Mandy en vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie. En dit keer ben ik hier met Jamie, hoi, mijn zusje. En ik heb voor mijn verjaardag in oktober, dat kon je zien in die birthday hall, een, hoe heet het ook weer? Even de naam kwijt. Gingerbread House dat maakset gekregen. Superleuk. Dus daarom dacht ik, dat laten we een keertje in een video doen. Want vandaag is het kerst als deze video online komt. Dus helemaal toepasselijk. Hartstikke gezellig. Kerstboompje erbij. Wij gaan dus vandaag een gingerbread house maken. Geen idee of het gaat lukken. Ja, we hebben ook nog vragen onder die andere video gekregen. Jamie heeft ook nog een foto geplaatst op Insta voor vragen. Dus volg me op Instagram. Ja, Jamie op Instagram. Mijn Instagram. En dan gaan we nu beginnen. Ondertussen beantwoorden vragen, gaan we lekker kletsen. En gaan we het maken, want waarschijnlijk gaan we falen. Dus zien jullie ons lekker falen. Nee, lukt wel denk ik. Oké, stem hierboven in de poll. Denk je dat het ons gaat lukken? Of denk je dat het ons niet gaat lukken? Ik ga. Dit is het gingerbread house. Ja, en dan gaan we open. Ja. Maak jij die open, maak ik deze open. Ja. Oh, dit is de decoratie kit. Decoration. Decoration, ja. Ik ga helemaal in het Engels gaan, hoor. Je hebt groen erin. Wit, de grote. Dus blijkbaar heb je die veel nodig. En rood. Rood. Oh, en deze zit er ook nog in. Smarties. En wat zijn er? Oh, dat zijn sneeuwvlokjes. Superleuk. Het is van Dr. Oekter. Geen, ja, los, geen sponsor. Nee. Gewoon allemaal zelf gekregen van de ouders. Dus we hebben muren. Met soort van, er zitten ook soort rubbeltjes in. Zal ik even een vraag erbij pakken? Ja, is goed. Dan laat ik het ondertussen even zien. We hebben ook nog dit. Zulke huisjes. Dat zijn de zijkanten van het huis. Ja. Een deur natuurlijk. Altijd handig in het huis. Anders kom je niet binnen. Of door het raam natuurlijk. Hè. En dit. Vind je dat het is? Even een vraag. Oké, eerste vraag. Want Reza Kastelein, is een jongen in mijn klas. Die vraagt, wie glijdt er eerder uit in de sneeuw? Sneeuw. Even kijken, ondertussen gaan we dit maken. Pak jij de bakloe? Ja. Nou, wie gaat er eerder uit in de sneeuw, ik denk? Ik denk dat het allebei wel kan. Ja, het is altijd een mogelom. Echt, maar ik ben ook lomper denk ik dan jou. Ja, maar soms kan ik ook echt lomp zijn. Maar ik denk dat jij misschien toch even de voorhand neemt. Kom niet uit. Kom eens. Nee, wel, nee, ja, hallo, lukt. Kijk uit. Nee, het lukt. Niet, kijk uit met mijn mes. Hoe kan het ooit blijven staan? Moet het, wat doe je? Oh, dat is niet goed. Dat is niet de goede kant. Oh mijn god. Ja, het moet ook zo. En dan zetten we deze er zo op. Wat gaan wij eigenlijk met kerst doen? De eerste kerstdag gaan we bij oma Ria. Gaan we eten. Mm-hmm. Ik ga met de tweede kerstdag naar Koen. Jamie de boyfriend. Oh, dat werd ook heel vaak gevraagd door mijn vriendje. Ja, Jamie wel. Ik niet. Wel. Single for life. Yes. Voor de kattenvrouwtje. Nee, grapje. Nou. Zal ik het proeven? En dan ga ik op de tweede kerstdag met mijn andere opa en oma en met mijn ouders naar Snowworld. Om daar te lunchen. Niet gaat dat door? Ja. Dat heb ik gereserveerd als het goed is. We gaan lekker eten. Sound effects. Dan komt een leuke vraag. Wat vinden jullie het lelijkste aan elkaar? Het lelijkste. En het mooiste. Ja, ik vind alles eigenlijk heel erg mooi aan jou. Ja, toch dat ik lelijk moet zeggen. Ja. Nee, ik lelijk. Weet het niet. Kijk uit. Ja, jongens. Het moest eigenlijk echt een plat bord zijn. Heb je het nu gesloopt? Nee. Ja. Huilen. Jamie heeft het huisje doorgebroken. Maar ik begon te veel bouwen. Dit kunnen we nog fixen met de glue. Ja? Zullen we dat proberen? Ja, yeah, right. Nee, hier kan je het wel een beetje op doen, denk ik. Kom op, zo. Moet help je mee? Ja, nee. Plakken. Doe eens dit. Dit is zo'n faal. Dit ziet er echt altijd zo ontzettend mooi uit, hè. Ik zag pas op Insta, of Twitter was het volgens mij bij Jenny from the blog. Zij heeft een super mooie Insta blog. Ik zal die foto even in beeld brengen. Maar in sommige landen hebben ze dus zo'n gingerbread house. Oké, dit gaan we heel voorzichtig doen. House wedstrijden. En die zien er zo mooi uit. Dan denk je echt, hoe is dat mogelijk? Ons huis is gewoon een beetje en zo. Een oud wrak. Is dit het dak? Hoe ga je dit ooit doen? Ja. Het is insane. Nou, op zich. Hij staat tot hier. Ja.
Dan gaan we nu door. Eva Zwaantje zegt al cute. Eva Zwaantje zegt al cute, maar dat is geen Eva, vraag. Eva, dat is geen vraag. Jammer nou ook, zeg. Oké, we gaan dit lijmen proberen. Hebben jullie vaak ruzie, zeg Amy? Ja, elke dag. Niet maar, het zeg maar, zijn niet echt ruzies. Dus maar het zijn gewoon... schreeuwen. Ja, maar omdat ik er anders niet wil voor uitkom. Net nog een ruzie, hè? Ja. En weet je waar het over ging? Papa riep eerst Mandy om te dus zeggen nee. Ik was ook aan het editen. Terwijl ik douche. Ik zeg, papa, wil jij douchen? Ja hoor. Komt Mandy naar beneden stormen? Ik ga douchen. En toen hadden we ruzie over wie het eerst ging douchen. En uiteindelijk ging ik als eerste douchen. Ja, dus nu hebben we nog altijd nat haar van de douche. Ja, maar nu kijk, met je zo hard in knijpen. Ja, moeilijk hè. Maar weet je wat het ook gewoon is? Ja, misschien moeten ze warm moeten maken of zo. Ik weet niet. Je ziet overal dat lijn. Maar in toneelstukken, we zitten altijd ook op toneel. Oh ja, dat is ook nog wel leuk om te vertellen. Vertel jij. Dit jaar gaat het over sprookjes. Met het een ander einde. Hans en Gietje huisje. Ja, Mandy die speelt Grietje. Maar, ja, ik wou daarheen met mijn verhaal, maar jij plaatst steeds doorheen. Mandy speelt Grietje. Dus van Hans en Gietje. Ja. En ik speel een van de stiefzusters van Aspoester. Ja. Alleen het toneelstuk gaat niet over de cliché sprookjes. Het gaat een soort van... Het heeft een ander... Zeg maar wat na de sprookjes gebeurt. Ja. En... Maar dat is heel raar allemaal. Echt heel erg wat je niet verwacht. Ja, want ik ben bijvoorbeeld Gietje. En ik heb samen met Hans natuurlijk vastgezeten in het sloophuisje. En daar heb ik een heel erg trauma aan overgehouden. Omdat ik super dik was. En ik had heel veel gegeten. Zoals dat ik iedere keer ook voor mijn vingers aan het likken ben. Want anders dan... Je zit het overal, terwijl het niet eens zo lekker is, maar goed. En ik ben helemaal gek. Ik ben echt een beetje psychotisch in mijn hoofd. Hoe zeg je dat? Ik ga helemaal door. Ik noem random woorden. Ineens zeg ik plok plok de kip in de koelkast of zo. En zakken met de ginttegels. En allemaal rare dingen. Plok, pling, pling. Ja. Kippetje en ik word dronken. Nou, ik ben nog nooit in het echt dronken geweest. Ik drink niet. Dus dat gaan we dronken voelen. Uitdaging. Voorsteen. Wat is jouw favoriete kerstliedje? Ik vind Mistletoe van Justin Bieber wel leuk. Ja, sorry voor mijn zang. Jamie kan wel zingen, ik niet. Ik heb niet de dingen meegekregen. En ik vind All I Want for Christmas wel leuk. Dit is echt lelijk. Hebben jullie ook dieren? Ja, we hebben twee katten. Twee katten. En we hebben vroeger echt nog wel meer beesten gehad. Een hamster. We hebben nog twee katten gehad, maar ze zijn allebei liggen in de tuin. Om naar de grond. En dan hebben we ook nog vissen gehad. Cavia's, Snuffy en Banjer. Ik heb drie hamsters gehad, Snuitje. Oh ja. Bambo en Bobo. Oh, ik vind die sneeuwvlokjes wel... Oké, daar heb je een smartie. Wel heel schattig. Kijk, deze kant is toch leuk met het ijs. Ja. Oh, de deur. Hij is best wel ver. Ja, we zijn al ik best... Ik vind, nee, hij is niet helemaal niet zo mooi eigenlijk. Nee, nou, op zich, hij is echt beter dan ik had verwacht. Nee, maar het was echt, het is best wel moeilijk. We hebben hier twee poppetjes neergezet. Kijk hoe schattig. Nu komt de koele suiker. Als sneeuw nog een beetje zo hier. De taart van Abel. Keken jullie dat vroeger ook altijd? Dat was echt zo leuk. En dan gingen ze voor een zielig persoon. Hey. Of een. Zo, hallo. Felicitatiepersoon. Gingen ze dan iets leuks maken? Kijk, dit is onze dikke kat. En we hebben nog een kat. Meneer. Maar dit is Daisy. Daisy Bollig. Oké, jongens. Dit is het eindresultaat geworden. Jullie gaan dus nu zo'n mooi ronddraai dingetje zien. Dit is het eindresultaat. Ja, volgens mij is het echt zo'n muziekje bij taart van Abel. Alleen dat we waarschijnlijk een mooie rondrijschijf. Misschien moet het ook gaan proeven. Zullen we het schoorsteen opeten? En we gaan de schoorsteen proeven. Oké. Okay. Ik moet niet zo speciaal smaken. Helemaal niet lekker. Het is niet zoveel smaak. Ja, laat ik hem te smitten. Heel vies. Ik vind het niet heel vies. Ik vind het op zich wel eens lekker, maar ik ga ook niet nog een keer kopen. Hoef je dat voor, niet? Voor de smaak. Nou jongens, dit is dus het huisje geworden. Ja. Hij is mooier geworden dan ik had verwacht. Want toen jij vooral dat dit stuk afbrak, toen dacht ik, ja, nu wordt het niet meer. Het ja, dat zie je bijna niet. Maar toen dacht ik echt, ja, nu is het klaar. Nu gaat het uit elkaar vallen.
Maar op zich vind ik hem echt wel leuk geworden. Ook met de poedersuiker nog. Oh, het poppetje is omgevallen. Ja. Gezellig gewoon. Heel leuk. Twee poppetjes. Ja, ik vind hem heel erg leuk geworden. En laat even weten in de reacties wat jij gaat doen met kerst en wat jij hebt gedaan met kerst. En wat je van dit huis vindt. Dit huis hoe vindt. Je dit huis bent geworden. Ja, zeker. En dan zou ik me voor nu zeggen bedankt voor het kijken. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Nog een fijne kerst. Te abonneren. Te reageren. En dan tot de volgende keer. En ga lekker vol vreten met de kerstmis. Dat doen we allemaal. En dan kunnen we lekker in de zomer weer afvallen. Eigenlijk wil ik er gewoon een hap uitnemen. En het poedersuiker vliegt er vanaf. Zou ik het gewoon doen? Kan dat, denk je? Ik ga het proberen. Oh, nee. Hij gaat denk ik gewoon instorten. Ik kan het ook bewaren voor de sier. Dat zit er nu wel een kwel ding van mij aan. Ja, het is maar wat je wil. Ik gooi er nog wel wat poedersuiker op. Niemand die dat weet. Maakt niet uit. Ga je.